Hoi en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een heel mooi tafelstuk maken voor Pasen. In verschillende delen, heel erg leuk. Dus ik zou zeggen, heb je zin in, doe een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En laat vooral hieronder in de reacties weten wat je van deze video vindt. Of wat je graag zou willen zien, dat mag altijd. En wie weet neem ik het dan in de volgende video mee. Wil je het pakket van vandaag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwelijnbloemist.nl. Je vindt er onder kopje cursuspakketten. Goed, laten we gauw gaan beginnen. Slag met de Oasis Biofoam Cylinder, de kleine versie. Je hebt hem ook in de normale groene steekschuim, maar vandaag gaan we aan de slag met de bioversie. Leuk product, want ze zijn mooi klein, waardoor je ze op heel veel verschillende plekken kan neerzetten. Hè? Vandaag ga ik jullie laten zien dat je eenzelfde soort bloemstuk heel anders kan laten lijken op een ondergrond. Je kan hem in het langwerpig maken en in het rond. En die beide pakketten komen ook online in de webshop, dus dan kan je zelf kiezen wat jij zelf het leukst vindt. Op een bepaalde tafel heb je bijvoorbeeld een ronde tafel, is een rond bloemstuk heel mooi. Heb je een langwerpige tafel, is een langwerpig bloemstuk heel mooi. Goed, we gaan gauw beginnen. Vandaag maken we het bloemstuk op een ronde ondergrond en op een langwerpige ondergrond. Het bloemstuk is hetzelfde. Ik ga jullie straks laten zien hoe je dat eigenlijk op elke ondergrond mooi kan neerzetten. Hè? Ik gebruik hiervoor de Oasis Bio Cylinder rondjes. En ik heb ze al even vol laten zuigen met water. Let op dat je steekschuim nooit onder water duwt, maar zelf vol laat zuigen. Dus dat heb ik al voor jullie gedaan. En we gaan ze op verschillende manieren opmaken. Allereerst wat mos, mooi natuurlijk. En je zet het eventjes vast met een krammetje. Kijk, basis 1. Dan hebben we basis 2. Daarvoor gebruik ik vilt. Je steekt aan de zijkant de grassen, dan sla je die eromheen en dat wikkel je er helemaal omheen. Dan zet je het even vast met een krammetje, is vaak voor het gemak ook heel erg handig. Heeft ook een heel leuk effect. Dus zo heb je 3 verschillende rondjes. Allemaal heel erg mooi. Dan gaan we verder met de bloemen. Vandaag maken we een beetje op in de wit-geel, ja, iets blauw tinten. Heel mooi voor Pasen. En ik verdeel alles een beetje in het stuk. Ik gebruik verschillende soorten bloemen. Je kan het eigenlijk zelf verdelen zoals je het zelf heel erg mooi vindt. Ik gebruik vandaag verschillende soorten bloemen. Je kan eigenlijk zelf verdelen hoe je ze mooi vindt. Ik doe dat mooi compact, maar je kan ook wat meer met hoogte werken. En ik let wel een beetje op de verdeling van de kleuren. Maar hier kan je eigenlijk heel creatief je gang gaan. En dat is juist heel erg leuk. Dus doe vooral wat je zelf mooi vindt. Misschien goed of fout. Caspilia doe je er iets hoger in. Geeft een heel leuk speels effect.
En ik vind het ook nog wel weer mooi om er een vetplantje in te verwerken. En dat doe ik net als de vorige keer. Jullie zijn er heel enthousiast over. En bij deze kleuren van het grijze van de onderkant is dat heel erg mooi. Je haalt dus voorzichtig de wortels eraf door te draaien. En dan kan die ook in een bloemstukje. En het lijkt gelijk heel luxe en ja, net even anders in een bloemstukje. Dan vind ik het ook nog wel mooi om een nasjesje te gebruiken. Echt voorjaar. Ik haal daarvoor het zand er even af. Ik doe er aan de onderkant even een stokje in. Deze is al iets verder uit, maar je kan ook wat gebruiken die wat minder ver uit zijn. Nou, lijkt gelijk al heel erg mooi zo. Echt voorjaar. Kijk aan. Voeg ik nog wat extra geel toe. Wel heel zacht geel, dus het schreeuwt niet geel, maar het geeft toch eventjes, net eventjes die paars weer. En ik heb hier heel leuke eitjes met een klein goud randje. En daar kan je gewoon even een prikketje in steken. En dan kan je die ook heel leuk in het bloemstuk steken. Echt een leuk eitje, luxe eitje vind ik het. En die verdeel ik ook. Bloemstuk is al echt prachtig, maar we gaan hem nog even verbinden. En dit doen we door de kwartel-eitjes aan de berengras te rijgen. En dan gaan we van de ene kant naar de andere kant verbinden. Maak een heel klein gaatje in je kwartel-eitje. En ik verbind dus het berengras van het ene stukje naar het andere stukje. En dat doe ik aan beide kanten. Ik laat zo nog even zien hoe dit bloemstukje staat op het langwerpige schaal. Heb je nou dat er een stukje uit is? Geeft niks. Geeft juist wel een heel leuk effect. Je kan echt schuiven met de bloemstukjes. Dat maakt het heel erg leuk. En ik doe ook wat berengras zonder eitjes. Als je wil dat ze echt blijven hangen, kan je er ook even een drupje lijm op doen. En ik gebruik nog een beetje Tillandsia om de laatste steekschuim weg te werken. Je kan het er gewoon eigenlijk een beetje bij tussen stoppen, maar je kan ook een klein krammetje gebruiken wat je zelf prettig vindt. En zoals je ziet staat hij echt prachtig op dit ronde bloemstuk. Heel erg mooi als je bijvoorbeeld op de ronde schaal. Heel erg mooi als je bijvoorbeeld een ronde tafel hebt. Het is keramiek, dus echt heel erg mooi. Maar hij is ook heel mooi op het langere frame. Lijkt ook heel erg mooi.
Dan kan je ze wat meer rechter naast elkaar zetten. Beide zijn heel erg mooi. Geven een heel apart sfeertje in het stuk. Ik vond het prachtig. Dit is ook erg mooi. Ik gebruik nog even de Floralife Finishing Touch Spray om in te sprayen. Even van een afstandje. Blijft hij lekker lang goed. Kan je ook nog even halverwege de week eventjes herhalen. Zoals je kan zien zijn beide bloemstukken echt prachtig. Of je hem nou maakt op een langwerpige stuk of op die ronde. Ja, het is ook heel erg afhankelijk van wat voor tafel je hebt waar je hem wil neerzetten. Maar beide zijn gewoon heel erg mooi. En zo zie je dat je eigenlijk hetzelfde bloemstuk met een andere ondergrond een heel ander bloemstuk kan maken. Wil je het pakket van vandaag nu bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want op is op. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer. Doei!